Heb je dat gezien nog, die reactie van die mevrouw die zei van het, of meneer, ik weet niet wat de... Ja, een aantal punten, zeker ook op het punt van de toeslagenaffaire, heeft de SP een glansrol gespeeld. Alleen dat Kamerlid is vertrokken. En had, geleid. Ja, die hadden het wel gezien natuurlijk. En ik ben gaarne bereid de SP op een aantal terreinen hoog te prijzen. Alleen het probleem met de SP is dat ze, ja, wat zal ik daar nou van zeggen? Dat er ergens in de ziel van de SP nog een soort idee leeft dat ze met niemand... Ze willen niet in een linkse coalitie gaan zitten, waarom niet? Sterker nog, de laatste keer dat Timmermans dat die zaak deed met die Europese politiek, hadden ze een ontzettend kwalijke anti-Timmermans campagne. Wat is nou voor kortzichtigheid? Hè? Dat is echt flauwekul. En dan natuurlijk op ten aanzien van Europa een standpunt, wat in ieder geval voor mij, hoe positief ik misschien andere dingen zou kunnen zien, volstrekt onacceptabel is. Hebben ze het duidelijk gemaakt in welke coalitie ze dan eventueel wel plaats willen nemen? Nou, volgens mij willen ze in geen enkele coalitie plaatsnemen. Hmm. Dus ze hebben zich ook geïsoleerd. Is mijn indruk. Dus het is een soort van PVV, maar dan op rechts. Of op links, sorry. Ja, een soort van. Is het? Ja, dat denk ik wel. Ze worden kleiner en kleiner en kleiner. Dus tenslotte, je ziet dat ze... En dan ineens, ploep, zijn ze weg. Dat ze natuurlijk groot zijn geworden in een totaal ander tijdperk. Namelijk in het Paarse tijdperk. Toen natuurlijk ter linkerzijde en ter rechterzijde ruimte ontstond bij de verkiezingen in Nederland. En rechts is dat Fortuin en zijn konuiten geworden. Ongelukkigerwijze. Ja, ik was dolblij met Paars, maar daar zie je aan. Hoe is het ook alweer? Het ergste wat je kan overkomen is dat je wensen vervuld worden. Zoiets toch? En links kwam er natuurlijk ruimte daar toen Jan Marijnis is daar groot in geworden. Jan Marijnis was natuurlijk iemand met een enorm charisma en een agressieve en bekwame debater, die heeft dat goed gedaan. En toen heeft, ik denk dat voor de laatste keer dat de SP gebloeid heeft, dat was met, hoe heette die, door sympathieke man ook weer, die nu... burgemeester van Heerlen is? Of? Emiel Roemer. Emiel Roemer, precies. Hij is commissaris van de Koning zelfs. Ah, precies. Nou, ik gun het hem van harte, eerlijk gezegd. Ook een beetje daar in die dorpse contraien. Ik gun het hem van harte. Volgens mij was daar ook de redenering achter. Er zat altijd CDA, was daar aan het bewind. Laten we nu eens iemand pakken van een totaal andere politieke partij. Ja, geheel terecht. Gezien de oplichterspraktijken van het CDA ter plaatse. Die allemaal door Remkes opgeruimd moesten worden, begreep ik. Ja, een tijd niks van Remkes gehoord, jammer genoeg. Misschien een ideaal, nee. Wat wou ik ook weer gaan zeggen? Ja, Roemer, die heeft nog gescoord in de zomer van 2012. Ja, toen zeiden ze nog, hij wordt de grootste. Stond hij nog op 38 zetels of zo. En toen kwamen die debatjes en het verrafelde. En hij viel terug naar 15 of zo, wat ze toen ook al hadden. Ja, dat is heel tragisch allemaal. Kijk, als je natuurlijk 38 zetels scoort, dan moet je wel. Dan moet je wel, ben je wel een echt serieuze coalitiekandidaat. Maar ja, tenslotte is dat ook niks geworden. Het zou mij ontzettend verbazen als de SP zich nog weer zou weten te herstellen. Ik denk dat de rol voor de SP is toch om vooral lokaal nuttige dingen te doen. Dat is ook belangrijk. Dat je op gemeentelijk of desnoods provinciaals niveau een praktische politiek voert waarbij mensen echt daadwerkelijk geholpen en zo kunnen worden. Ja, kijk naar de Verenigde Staten. Ja, wij kijken altijd naar de top, Washington. Maar Amerika bestaat voor een heel belangrijk gedeelte uit lokale politiek, statelijke politiek, stedelijke politiek enzovoort. Maar dat vergeet je vaak natuurlijk. Is dat vergelijkbaar met zoals wij hier de gemeente zo kennen? Nou, de staten natuurlijk... zijn te vergelijken met onze provincies, maar onze provincies hebben niet veel te vertellen. Maar de staten hebben wel veel te vertellen in de Verenigde Staten. Al was het maar omdat ze natuurlijk allemaal twee zetels in de Senaat hebben. Ja. En hoe vind je dat het bij de Partij voor de Dieren voorlopig is afgelopen? Ja, dat is nog niet afgelopen, begreep ik. De kabouters ruzie je lekker door, toch? Ja, zo maar oude hand is wel weer terug. Ja, oude hand is weer terug, ja. Ja, ze hadden natuurlijk wel een gelukje met college toe dat ze net precies een van de kabouters van de ruziemaakpartijtjes hadden gerecruiteerd. Ja, wat zal ik ervan zeggen?
Ik ben ervan overtuigd dat de Dierenpartij dit wel gaat overleven, deze incidenten. Maar ik hoop wel dat er bij de verkiezingen een flinke opruiming onder de kleintjes zal worden gehouden. We hebben er niets aan gehad. Dus huppakee, weg daarmee.